ben gaan staan, wat toen is in het water geplukt, die GoPro? Ja, was je niet bij, maar je weet het wel. Parken, want ja. Dat is natuurlijk veel beter als dit gezeik met je halve achtbaantjes vullen hier beneden. Maar er staat ook een lange rij hoor. Niet normaal. Zitten we nou dan? In de Dragonfly. In de Dragonfly. Zo heet deze. Last. Buckle up, it's a chill ride. Hoi en leuk dat je kijkt naar een gloednieuwe vlog hier op mijn kanaal. Rieke rijdt snel. Vandaag zijn we in Duirel. En ik heb nou plezier voor 10. Wat jij maasbondje? Ja, want zeker. Ik heb hem natuurlijk weer meegenomen. Het is een tijdje geleden, maar hij is hier weer bij mensen. Mijn vaste sidekick. Maasbondje is weer mee. Hè? Tuurlijk. Heb je de pretparken gemist, jongen? Gemist? Jawel. Ja, zeker hebben we dat. Laatste was een maand geleden of zo, 2 maanden. 2 maanden voor jou. Kijk, ik kom hier ben ik nog niet in geweest. Ik kom tegenwoordig overal en elke week in het pretpark. Jij bent elke week in het pretpark. Ja, verschrikkelijk, vreselijk. Nee, mensen, superleuk natuurlijk. In elk geval, vandaag zijn we in Duirel, een park waar ik nog nooit ben geweest. En we zijn niet vandaag alleen in Duirel. Nee, we gaan ook naar Tikkiebad. Gaan we daar vloggen? Lijkt niet verstandig, want ja, ik heb natuurlijk wel een actioncam. Huh? Wateromhulsing kwijt, hè? Dus dat wordt niet vloggen in het Tikkiebad. Helaas kan ik jullie niet meenemen in het zwembad. Maar goed, vandaag lekker in Duirel. Gaan we hier mijn coaster credits een beetje omhoog krikken. Nice. Krijgen er weer 3 bij, hè? 3 erbij. 3 erbij. Ja, laten we kijken wat de eerste attractie van de dag gaat worden. Dat gaat denk ik een hele extreme worden. Ik heb er super veel zin in. Vreselijk. Maar ben jij hier dan wel een keer geweest? Ik ben hier nog nooit geweest. Oh, dus ook de eerste keer. Oh, ja, dus daarom kan je ze afstrepen, die coaster credits. Ja, daarom heb ik nieuwe coaster credits straks. Wow, die is heel hoog. Laten we voor het eerst de eerste coaster credit van de dag in de Falcon gaan. Ja, goed. Of de eerste achtbaan die we tegenkomen. En kijk, het Tikkiebad. Nou, daar gaan we ook heen. Ik weet niet of dat het zien is op beeld. Geen idee. Tofa! Maar daar gaan we ook heen. Want ja, eigenlijk komen we hier voor het Tikkiebad, maar ja, dat is pas om 4 uur en we gaan 3 uurtjes zwemmen vandaag. Dus ik dacht, ja, laten we het pretpark ook maar doen. En het mooie is, het pretpark doen we vandaag helemaal gratis. Want, ja, de Kruidvat had een paar maanden geleden een actie dat als je actieproducten ging kopen, dat je dan gratis tickets kreeg. In dat geval, daarom ben ik hier in Duirel. Want ja, slagharen had ik al gedaan, hè? Dus ja, Duirel voor vandaag, mensen. Super veel zin in. Nou, op zoek naar een achtbaan. Want ja, net als ik al eerder zei. Falcon. Ik ben hier nog nooit geweest, dus je moet weten waar die Falcon is. Ik hoor hem ook nog niet. Ik hoor ook niet. Zie je hem? Zou wel weer dicht zijn. Ik ruik hem niet. Ja, mijn neus achterna. Oh, nou al geouwehoer. Bier. Hier. Hier. Papier. Ook al gestolen van de Efteling. Nou, we hebben het dus eindelijk in mijn leven de Falcon gedaan. Nou, wat vind ik ervan, mensen? Niks aan eigenlijk. Ik vind het niet zo bijzonder. Maar goed, het is een nieuwe coaster credit voor mij. En ja. Ja, wat vind ik ervan? Ja, ik vind het. Nee, wat vond jij nou van de Falcon? Ja, ik vond hem gaaf. Jij vond hem leuk? Ik vond hem ver, omdat hij ook zo heel stijl naar beneden ging. Dit is Baron. Ja, deze gaat best wel echt heel goed stijl omhoog en naar beneden. Maar in elk geval, nieuwe coaster credit erbij, zoals ik net al zei. En ik wou onride filmen, want dat mag hier namelijk. En daarom mag je onride filmen met alle soorten camera's. Maar ik probeerde eerst met de GoPro. GoPro, stukka. Ja, die houdt het natuurlijk niet. Wat een drukte. Eerst uit die drukte hier. In elk geval, die GoPro die zou het wel begrepen hebben toen ik natuurlijk onder de grootste douche van Nederland ben gaan staan. Want toen is in het water geplukt, die GoPro. Ja, was je niet bij, maar je weet het wel, je hebt wel gezien. Oh, daardoor doet het niet meer, is het kapot? Dat denk ik wel. Nou ja, in elk geval, je mag ook met deze camera filmen. Ik weet alleen niet of ik dat durf, want ik ben bang dat ik deze camera uit mijn handen laat vallen. En dat is best wel zonde, mensen, daar was hij mij even iets te duur voor. Maar goed,
Ja, laten we een andere attractie gaan doen. Welke gaan we nu doen? Dragonfly of... Ja, Dragonfly is eigenlijk de kleinere variant. Nee, Dragonfly is dat ding daar. En dan heb je daar de kick-afbaan. Nou, we moeten ze toch alle twee doen voor de nieuwe Coaster Credits. En dadelijk kunnen we boten. Die kick-afbaan was heel lang. Die ja, joh. Maar deze was ook lang. Wow, wat een geschreeuw van die kinderen. Echt waar. Maar goed, laten we in de Dragonfly gaan. Ja? Ja. Goed idee? Doe maar. Oh, ben ik blij dat mijn camera me scherp stelt. Oh. Zo, dat wordt voorlopig dus eerst geen Dragonfly, want ze zijn er weer mee bezig onderaan de baan. En ik snap het niet. Dat kun je toch voordat je open gaat, kun je dat ook doen. Hè, nou moeten mensen een uur wachten om in de rij te kunnen staan. Omdat jij je onderhoud niet voor elkaar hebt. Lekker bezig. Volgende achtbaan. Volgende achtbaan dan maar kikkerachtbaan of ja, een andere attractie. Zo is dat. Ik denk dat ja, de kikkerachtbaan is wel lang, maar ja, we moeten het toch doen vandaag. Ja, we moeten het zeker doen. Ja, laten we eens kijken. Deze word ik denk ik te nat. Oh, maar daar ga ik zeker wel in. Ja? Ja, tuurlijk. Met de FMU? Ja, nee, je hebt ook dichte boten, dus dan kunnen we ook in de dichte boot gaan. Maar mij maakt het niet uit om nat te worden op zich. Eigenlijk... Zag je wel hoe die mensen eruit komen? Ja, die mensen die waarschijnlijk voor die... Ja, voor die poort gaan staan, voor dat glasplaatje, dat als je daar voor gaat staan, ben je saai nat. Dan ben je nog nooit zo nat geweest. Nog nooit. Maar in elk geval, met Mil ook wel dicht, hè? Wat een gezeik weer. Lekker klagen met Rico Ruitsenel, alsjeblieft. Of niet? We kunnen ook in de wal... Oh, daar staat ook een lange rij. Oh, op een dinsdag. Het is gewoon dinsdag. Allemaal schoolreisjes. Paupertje druk. Wat doen wij hier? Welk merkje? Oh, dat is die kikker aan. Nou goed. Die is er ook half vol of half. Ja, dat is niet normaal. Corona. Ja. Corona mensen. Nog een paar maandjes. Dan zijn we er gewoon van af. En dan kunnen we weer gaan en staan met Wil. En gewoon volle capaciteit draaien in het pretpark. Want ja, dat is natuurlijk veel beter. Als dit gezeik met je halve achtbaantjes vullen hier in Nederland. Nou. Kijk, achtbaan. Leuk dit. Echt leuk dit. Let's go. Ik durf niet meer. Jawel. Oh, lekker vroes, man. Zit je goed? Ik zit zeker goed. Oké, okay, we gaan omhoog. Coaster Credits. Hup. Station, ik ben alweer bij het station. Kijk, dat was het. Ja, leuk. Nou, we komen uit de World Wings. Echt leuk, zo'n ding. Als je rolls kan maken. Maar ja, hè? Lukt het niet, hè? Jou ook niet, hè? Nee. Nou, we weten wel hoe het moet, alleen het is te druk om overal... Ja, zeker zijn we aan het vloggen. Hoi. Hey, YouTube. Ja, zeker. Rico rijdt snel. Hey, ik heet ook Rico. Ja, ik heet Ricardo, maar... Hey, bijna. Rico rijdt snel. Even abonneren, hè? Subscriben! In afval, ja, we weten nu dat het moet, alleen het is te druk om overal nog een keer in te gaan. En ik vind het ook niet waard om nog een keer in te gaan. Als die rolls toch niet werken, wat doe ik dan? Voor die lange rij.
Ja. Splash moeten we, of splash moeten we nog in? Splash moeten we wel in, maar ik denk dat je er zeik nat uitkomt. Maar ja, goed, maakt niet uit. Vanavond zijn we ook nat. Maar ja, wij gaan zwemmen. In elk geval. Ik vermaak me hier wel. Zeker, ja. Hartelijk. Wel druk. Wel druk. Haha. Zeik nat die mensen. Die zijn nog nooit zo nat geweest. Nou mensen, ik wou eigenlijk ook wel voor die splash gaan staan, maar het is je mij... Je kan hier opdrogen. Kijk, hier ja, moet... je kan hier opdrogen, maar daar heb ik geen zin in. Maar in elk geval... Hoezo heb je daar geen zin in dan? Nou? Ja, dat werkt voor geen meter. Dan moet je eerst 4 euro ingooien voordat je een keer droog bent. Dus dat wil ik niet. Maar als het mooi weer was geweest, had ik het gedaan. Maar het is nou echt te koud. En ik heb geen extra kleren mee. Ja, een zwembroek. Maar ik ga niet in mijn zwembroek lopen. Dat is ook een beetje raar, toch? In elk geval, dat is misschien voor de volgende keer. Als ik hier ooit weer heen ga. Ja, we moeten naar de Dragonfly nou. Dat is de enige die we nog gedaan hebben. Ja, dat is de enige achtbaan die we nog gedaan hebben. Dus die moeten we wel doen. Maar er staat ook een lange rij, hoor. Niet normaal. Oh, serieus. Zit er nou dan? In de Dragonfly. In de Dragonfly. Zo heet deze. Laatste achtbaantje van het park. Daar hebben ze alle drie gehad. 3 coastercredits bij van papa. Dit is waarschijnlijk ook niet zo heel spannend. Denk je dat deze eng is? Nee, niet heel erg. Oké, het is ook niet super snel, maar wel gewoon even leuk om te doen. Gewoon voor de ervaring. Ja, inderdaad. Jammer dat we nog geen inbruik hebben van de Falcon, maar ik durf met deze camera niet in de Falcon! Wow! I believe I can dragonfly! Wat een man. Dat is Guus. Die denkt dat hij meeuw is. Oké, klaar met deze shit. Hey Bas. Ja. Wat vind je ervan? Ja, leuk hoor. Ja? Of bedoel je deze attractie of deze Nee, dit park man. Ja, wel leuk. Hey, serieus. Leuk dagje wel. Hebben we hier nou shampoo voor gekocht? Vreselijk. Nou, het is goed dat ik mee kan zo lekker douchen. Hey Bas. Even lekker fietsen. Oh, is hier het water. Even lekker fietsen. Mijn naal moe. Stop eens. Ik ga dat ding in storing zetten. Hoe kan het dan? Ja, gewoon niet trap. Gekke geit. Oh, die rem. De rem had met me getest, die heet goed. Die doet het goed. Leuk dit. Ja, je moet toch wat te doen hebben in dit park. Ja. Straks even lekker zwemmen, daar heb je super veel zin in mensen. Ja, inderdaad. Ja. Even ook van die glijbanen, even goede bommetjes maken. Even lekker nat worden. Even onder water. Ja, man. Nou, leuk dit. Zie je me lachen. Oh, maar nu kunnen we door het hele park alles een beetje overzien. Ja, man. Dat was het voor het pretpark. Ja, inderdaad. Bas, wat vond je ervan vandaag? Ja, ik had eigenlijk niet zo heel veel verwachtingen, maar ik vond het een leuke dag. Ja, ik had ook zelf niet heel veel verwachtingen van het park vandaag wel. Want ja, ik ben een pretparkfan. Ik kijk wel naar pretparkvlogs en dan zie je inderdaad van dat het niet het bijzonderste park is. Maar wel drie leuke achtbaantjes. Deze is natuurlijk... De beste die we hier op de achtergrond hebben, de Falcon. Die hebben we ook 3 keer kunnen doen vandaag. Voor nu gaan wij nog even lekker buikjes zwemmen. Want ik ben nog nooit in een tikkiebad geweest. Super tof om daar een keer heen te gaan. En ja, dit was het pretpark voor vandaag. Ik wil jullie graag bedanken voor het kijken naar deze vlog. Doe nog even een duimpje omhoog. Dat zou super tof zijn. Vergeet ook zeker niet te abonneren. Op mijn kanaal hier beneden. En ik had jullie graag meegenomen naar het zwembad. Maar goed, die GoPro. Ja, doe het niet en film met deze achtbaan moet je mij horen. Ik ben zo verslaafd van achtbaan. Ik praat alleen maar over achtbanen. In elk geval, filmen met deze camera is natuurlijk
Ja, dat gaat niet werken, want gaat deze camera stuk. En dan kunnen we geen leuke video's meer opnemen. En dat moet natuurlijk wel. Want tuurlijk, wij gaan natuurlijk binnenkort naar België. Daar zou de volgende video zijn. Maar in elk geval, hè? Ja, als je al geabonneerd hebt, doe dan ook even op dat belletje klikken. Dat zou ook super tof zijn. Dan mis je geen enkele video meer van mij in de pretparken. En doe nog even een leuke reactie achterlaten, ja, hier beneden. Ik lees ze allemaal, en ik probeer op allemaal te reageren. Want ja, op dit moment krijg ik niet veel reacties. Maar ik vind het super tof als ik wel reacties krijg. En zoals ik dan altijd zeg aan het einde van de video. Hoi! Hoi, hoi.